Hey hallo en ontzettend tof dat je kijkt naar deze hacking prutstip. Mijn naam is Jarno Baslier en in deze video laat ik je wat raw material zien van Malcolm. En waarom noem ik dit een prutstip? Dat is omdat ik deze video niet heb kunnen maken zoals ik hem had willen maken. Ik was bezig met de voorbereiding om Malcolm te laten zien hoe Malcolm functioneert, hoe we kunnen filteren in Malcolm. Maar achteraf bleek ik alleen maar wat raw material te hebben, omdat mijn hostmachine simpelweg niet zwaar genoeg was om lekker vlekkeloos en vloeiend Malcolm te draaien. En dat is dan misschien ook gelijk misschien het grote nadeel van Malcolm. Het is ontzettend zwaar, het vraagt ontzettend veel resources. En zeker wanneer je Malcolm draait als een virtual machine, loopt het allemaal niet zo lekker. Dus ik laat je wat zien van Malcolm, raw material over de installatie, heel snel eventjes over de interface en vervolgens vertel ik wat over Malcolm en daar zul je het in deze video mee moeten doen. Dus wat mij betreft is dit een beetje een prutsvideo. Het is eigenlijk gewoon meer reclame voor Malcolm zelf dan dat het iets inhoudelijks is. Dus er wordt niet veel interessant verteld, maar weet dat Malcolm bestaat. Ik had de video ook niet kunnen posten, dat was mijn eerste overweging, maar interessant voor jou om te weten is dat in ieder geval de Malcolm tool bestaat, dat het gratis is en dat het ontzettend veel potential heeft en ontzettend veel inzicht kan geven in je netwerkverkeer en alles wat daar leeft en voorbij komt. Dus als tip wil ik het je meegeven, bekijk gerust wat beelden, check de uitleg, maar verwacht niet dat je inhoudelijk veel interessants te zien krijgt van de tool zelf. Weet dat die bestaat. Dit is dus een stukje reclame. Dankjewel voor het kijken en het aanklikken van deze video. En nou ja, goed, ik zie je natuurlijk snel weer graag terug in een video met meer context. Maar dit is Malcolm. Dit is waar jij het vandaag mee zult moeten doen. Nogmaals dank. Geef een like. Abonneer jezelf als je het dat waard vindt, deze video. Maar in ieder geval, dit is Malcolm. Oké, laten we het dan toch eventjes hebben over Malcolm. Want ik ben wel ontzettend enthousiast over de capaciteiten en functionaliteiten van Malcolm als network-based IDS of network sensor. Nou, Malcolm, ik zei het al, is een open source sensor. En ik heb recentelijk een demo gezien waarbij Malcolm perfect functioneerde, lekker snel reageerde en ik dus ontzettend enthousiast werd over de kunnen en functionaliteiten van deze tool. Echter, ik had gehoopt dat ik hem dus ook zelf virtueel goed kon draaien en goed aan jullie kon laten zien. En dat lukt gewoon iets minder goed. Nou, dan maar meteen mijn twee grootste pluspunten van de tool in een nutshell. En dat is A, dat het natuurlijk open source is. B, dat het sensoren heeft. En dus sensoren die je op verschillende punten in het netwerk kunt zetten. En C, dat Malcolm ontzettend goed te gebruiken is in OT, ICS en ook IoT omgevingen. De Malcolm website is malcolm.fyi of for your information als domeinnaam. En kijk er naar wat Malcolm dan is. Hè? Malcolm is een open source netwerkanalyse en bewakingsplatform, oorspronkelijk ontwikkeld door het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, ofwel known als CISA, van de Amerikaanse overheid. CISA heeft Malcolm ontworpen met als doel een krachtige maar toegankelijke oplossing te bieden voor het analyseren van netwerkverkeer, met een sterke nadruk op veiligheid en schaalbaarheid. Malcolm was bedoeld om organisaties vooral in kritieke infrastructuren te helpen bij het monitoren, analyseren en detecteren van netwerkactiviteiten om bedreigingen en kwetsbaarheden te identificeren. Nou, dat wilde ik je ook laten zien in mijn netwerk met een aantal OT-componenten, maar dat ging dus niet lukken. Kijkende hier naar de infrastructuurplaat, dan zien we meteen waarom dat niet ging lukken. Malcolm requires a minimum of 8 CPU cores en de 16 GB of RAM on a dedicated server. Dus Malcolm virtueel vloeiend draaien is wat lastig, is zeker een uitdaging. In essentie is Malcolm een krachtige open source netwerk traffic analyse en forensische tool specifiek ontworpen om grote hoeveelheden netwerkverkeer op een toegankelijke manier te inspecteren en te analyseren. Malcolm laat zijn meerwaarde zien in netwerkomgevingen waar grote hoeveelheden netwerkdata zoals PCAP files,
packet capture files verzameld moeten worden voor diepgaande analyse. En hoewel de installatie van Malcolm niet via de GUI gaat, kent de tool zelf wel een prachtige en innovatieve webgebaseerde GUI, welke gebruikt kan worden door netwerkbeheerders en security professionals om netwerkactiviteit te begrijpen en bedreigingen te detecteren. Mijn persoonlijke enthousiasme komt voort uit het feit dat Malcolm erg goed inzichtelijk kan maken hoeveel endpoints bepaald netwerkverkeer genereren, welk type verkeer ze genereren, dat OT en ICS verkeer herkend en inzichtelijk gemaakt wordt, en dat je dus uiteindelijk ook weet hoeveel endpoints er werkelijk communiceren met je netwerk. Nou, Malcolm is een veelomvattende tool en het grote voordeel is echter wel dat er ruim hoeveelheden documentatie aanwezig zijn op de website, dus dat hebben ze echt goed op orde. En wat je kunt zien is hier bij de ondersteunende protocollen, ondersteunt en herkent Malcolm dus ontzettend veel protocollen. In essentie is Malcolm een PCAP analyzer. Malcolm kan grote PCAP files verwerken en analyseren, maar kan ook live netwerkverkeer in real-time monitoren via een mirror port of een tab. En daarnaast maakt Malcolm gebruik van andere marktconforme open source tools zoals Zeek en Suricata. Middels deze tools verkrijgt Malcolm uitgebreide netwerkmetadata en kan hij detectiegegevens genereren. Zeek is verantwoordelijk voor protocolanalyse en Suricata functioneert als een intrusion detection system, een IDS, om bedreigingen te detecteren. Malcolm normaliseert de ontvangen netwerkdata in een uniform format voor eenvoudige analyse. Het verrijkt de gegevens met extra content zoals dreigingsinformatie en logische verbanden, wat het eenvoudig maakt om patronen en anomalies te herkennen. Ten slotte wordt ElasticStack, of ElasticStack bestaande uit Elasticsearch, Logstash en Kibana, gebruikt voor de virtualisatie van deze gegevens en het bouwen van interessante dashboards. En dit helpt om het netwerkverkeer inzichtelijk te maken en biedt ook een interactieve methode om grafieken en tijdlijnen te tonen. Dus op die manier kunnen we heel snel trends herkennen. Als we dan naar de pipeline kijken, dan zien we onder andere dat data binnenkomt als een PCAP of als een live netwerkverkeer. En dan wordt de data doorgestuurd naar Archime. Archime is een open source full packet capture en indexing tool die wordt gebruikt voor het verkrijgen van het netwerkverkeer met daarop volgend diepgaande netwerkverkeeranalyse. En daarna wordt de data verwerkt via Zeek en Suricata. Zeek analyseert de pakketten op protocolniveau en genereert daarbij uitgebreide logbestanden en metadata over het verkeer. Zeek verrijkt de ruwe netwerkdata door op betekenisvolle informatie uit te extraheren, zoals IP-adressen, user agents, sessies, etc. En parallel aan Zeek verwerkt Suricata het netwerkverkeer voor intrusion detection en threat detection. Suricata vergelijkt het verkeer met handtekeningen van bekende aanvallen en dreigingen zoals malware, DDoS en exploits. Suricata genereert waarschuwingen en detecties van potentiële aanvallen of verdachte activiteit die later in het proces verder worden verwerkt. Zeek en Suricata kunnen op hun beurt gebruik maken van dataverrijking via diverse bronnen zoals Yara, VirusTotal, ClemAV, etc. En als dan alle data compleet is, dan wordt deze doorgestuurd hier naar FileBeat. En FileBeat is een lightweight log shipper die deel uitmaakt van ElasticStack. Binnen Malcolm heeft FileBeat de rol om netwerklogs en andere metadata door te sturen naar Logstash. En Logstash op zijn beurt is weer verantwoordelijk voor het verwerken van de verzamelde en verrijkte logs. Het transporteert de data naar Elasticsearch, waar deze wordt geanalyseerd en opgeslagen. En na de verwerking en opslag stuurt Logstash de gestructureerde en gefilterde logs door naar OpenSearch. En dat is de Elasticsearch-achtige zoek en het... Nog een keertje. Na de verwerking en opslag stuurt Logstash de gestructureerde en gefilterde logs door naar OpenSearch. En OpenSearch is de Elasticsearch-achtige zoekcomponent en opslagcomponent binnen Malcolm. Logstash zorgt ervoor dat deze logs concreet en correct worden verzonden en in het juiste format gezet zijn voor indexing en opslag. OpenSearch fungeert als een hoofddatastore
voor Malcolm, het ontvangt logs van Logstash of Filebeat, waarna deze logs worden geïndexeerd. De logs kunnen dan efficiënt worden doorzocht en opgevraagd. En tenslotte kan OpenSearch gebruik maken van de data om de data te presenteren. Hoewel OpenSearch zelf krachtige zoekfuncties heeft, wordt het vaak gebruikt in combinatie met Kibana of het OpenSearch dashboard om de logs visueel te presenteren. OpenSearch voedt de data die Kibana gebruikt om interactieve dashboards, grafieken en tijdlijnen te creëren voor netwerkverkeer en bedreigingsanalyses. Om zoveel mogelijk netwerkverkeer te kunnen analyseren is het uiteraard zaak dat Malcolm geplaatst wordt bij een netwerkknooppunt waar zoveel mogelijk netwerkverkeer voorbij komt. Omdat er meerdere van dit soort knooppunten zijn, komt Malcolm met zijn eigen sensor, welke op de andere knooppunten geplaatst kan worden, en zijn data doorstuurt naar de hoofdinstance van Malcolm. En dit is de Hedgehog sensor. Hedgehog is specifiek ontwikkeld om op een efficiënte manier netwerkdata te verzamelen en door te sturen naar Malcolm voor verdere analyse. In essentie is Hedgehog een hardened Linux machine welke fungeert als een agent en communiceert met Malcolm. Maar in deze video laat ik alleen een stukje Malcolm zien, raw material zoals ik al zei. We kunnen Malcolm op verschillende manieren installeren, zoals aangegeven is in de documentatie. We kunnen Malcolm als een Docker instance draaien. En in dit geval, in deze video, heb ik ervoor gekozen om de ISO's te downloaden en te installeren, omdat dit een dedicated instance betreft. En dat is dan toch weer ideaal om te virtualiseren. Belangrijk daarbij is, zorg dat je resources op orde zijn. Dus dat is eigenlijk eventjes in het kort wat Malcolm is. En zoals je hoort is Malcolm ontzettend veelzijdig en ontzettend belangrijk om te hebben in OT Networks. Dat is eigenlijk de hele essentie van deze video. Zoals ik al in de intro zei, weet dat de tool bestaat. Check eventjes de beelden als je het een klein beetje interessant vindt. Hoe ziet die installatie er dan uit en hoe ziet het dashboard er dan uit? Maar ga verder zelf op onderzoek uit wanneer je gebruik wilt maken van Malcolm en al zijn functionaliteiten. Neem van mij aan dat het absoluut ontzettend veel potentie heeft. En ik hoop in de toekomst Malcolm als een standalone machine te kunnen presenteren. En ook te kunnen gebruiken in OT-netwerken om daar voor instanties en organisaties meer inzicht te krijgen in wat daar dan gebeurt. Dat tezijde, dit is de intro, dit was de reclame voor Malcolm. Geef alsjeblieft de video een like als je hem toch een klein beetje interessant vond en abonneer jezelf op mijn kanaal als je andere video's wilt zien die wel interessant zijn en meer context bieden dan deze video. Maar toch ontzettend bedankt voor het kijken en nou ja, heel graag tot in een andere video waarin we beter ons best doen om dingen te laten zien. Dankjewel. Een hele fijne, mooie, gezonde en gezellige dag. Tot de volgende. Houdoe en doei doei.